Bij binnenkomst van de koningin hebben we haar een bloemetje overhandigd. En hier hebben we een demo gedaan waarbij we Maxima's gezicht geleerd hebben, een bestelling opgenomen hebben. En Amigo is een drankje voor haar gaan halen en bij terugkomst is hij haar nog goed te herkennen, gelukkig. Gewoon heel leuk om te weten hoe dat die robots nu nou echt werken. En hoe dat ze bijvoorbeeld met elkaar samenwerken, heeft ze ook gevraagd. En dat hebben we een beetje proberen uit te leggen.